Nou, hier moet het allemaal gaan gebeuren. Ik heb net een stuk uitgegraven van ongeveer een meter of 100. Daarop wordt een spoor gelegd en daarop wordt een rijtuig en locomotief geplaatst die we gaan verhuren als train and breakfast. De locomotief en wagon heeft hij al. Naar het spoor is hij nog op zoek. Jos heeft speciaal een graafmachine gekocht om alvast een begin te maken. Hoeveel werk zit hier nou wel niet in? Heel veel werk, maar ook heel veel liefde. Ik vind het sowieso leuk om mensen een aangenaam verblijf aan te kunnen bieden. En ik vind het leuk om met mijn hobby bezig te zijn. Dat is een perfecte combinatie. Dat als een initiatief is hartstikke leuk. Dat iemand met passie voor de spoorwegen ons gaat helpen. En zeker met iets wat heel erg nauw aansluit bij datgene wat wij doen. Dat is natuurlijk fantastisch. Nou, het lijkt me heel eenvoudig. Een stukje spoor. Een locomotief van type SICK en een donderbus uit 1928 met daarin een slaapkamer, een douche en een toilet en een woonkamerkeuken voor onze gasten. Ze worden wakker gemaakt door onze overwegbeveiliging die daar staat. En als je daar niet wakker van wordt, ja, dan weet ik het niet meer. De opbrengsten van de Train and Breakfast gaan naar het museum. Dat bestaat nu 7 jaar en heeft nauwelijks reserves meer. Nou, ik vind het vanzelfsprekend geweldig dat mensen meedenken om ook ons te ondersteunen. En dan zeker wanneer het iets is als een Train and Breakfast. Dat sluit natuurlijk ontzettend aan bij ons publiek. En we hopen dus ook dat het publiek vanuit het museum naar de Train and Breakfast gaat. En vice versa. En dat we elkaar daarmee kunnen helpen. Ik ben stapelverliefd op het museum. Het museum is groter dan mij en eigenlijk groter dan wat dan ook. Want het vertelt een uniek verhaal. En we hopen dat het verhaal zich blijft ontwikkelen. En dat het museum over 100 jaar of over 200 jaar bijvoorbeeld dit verhaal ook nog kan vertellen.